weer kijken naar een nieuwe kookvideo hier bij Betty's Kitchen. Vandaag ga ik met jullie freakshakes maken. Als je liefhebber bent van milkshakes, dan kan deze trend je echt niet ongaan zijn het afgelopen jaar. Pinterest staat er allemaal vol mee en je merkt nu dat eigenlijk de brunchrestaurants die overal in Nederland nu super hip zijn, zou ik maar zeggen, die hebben hem vrijwel vaak wel op de kaart staan. Een freakshake is namelijk gewoon een milkshake die helemaal gepimpt is tot echt over de top gekheid, zoetigheid, kleurrijk. Ja, maar het is gewoon hartstikke leuk. Het is een calorieënbom van hier tot Tokio, maar het is wel heel tof om te maken. Here we go. Nou, als eerste, wat heb je nodig om deze freakshakes te maken? En dat is in de eerste instantie natuurlijk de basis voor elke milkshake. En dat is melk. In dit geval gebruik ik kokosmelk. En ijs. Je kunt vanille-ijs doen, aardbeien-ijs, chocolade-ijs, wat jij wil. Maar deze twee ingrediënten zijn de basis eigenlijk voor elke milkshake. Dan toppen wij de freakshakes af met een lekkere dot slagroom. En daarbovenop gaat natuurlijk ook heel veel versiersels. En zoetigheden, denk aan donuts, strooisels, popcorn, chocola, koekjes, brownies. En natuurlijk om het geheel een beetje af te maken, sauzen. Bijvoorbeeld chocoladesaus, aardbeiensaus, karamelsaus. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar hier kun je heerlijke freakshakes mee maken. Nou, de eerste variant die we gaan maken is er eentje met aardbei. Dus daarvoor doe ik wat vanille-ijs in de blender. Of 3 ijsbolletjes. Je kunt ook meteen gewoon roze aardbeienijs gebruiken. Maar omdat ik die niet heb, voeg ik er gewoon zelf nog een handje frambozen aan toe voor de kleur. Het wordt een mooie roze milkshake. De melk gaat erbij. Heb ik hier het glas. En wat ik nu als eerste ga doen, is een beetje decoratie aanbrengen. Dus daarvoor pak ik de saus en je brengt die gewoon rondom het glas een beetje aan en dan giet je de milkshaker zo. Zo, voor de salted caramel variant gebruik ik weer vanille-ijs. Alleen voeg ik nu ook een eetlepel pindakaas toe. Dat is lekker zout. En de melk. Hij heeft een mooie lichtbruine kleur, een beetje caramel kleur heeft hij. Heb ik hier tot slot nog de chocolade variant. Dan gaat ook de ijsbolletjes in de blender. Je kunt ook gewoon vanille-ijs gebruiken met wat cacaopoeder. Melk erbij. Nou jongens, mijn 3 keer freakshakes. Nou, het is echt, kijk dan, echt onwijs tof. Het is wel even knoeien, dus ik doe er even een tissue onder. Maar zien ze er niet super gaaf uit? En je kunt echt gewoon naar hart en lust variëren met freakshakes. Zet de toppings gewoon lekker klaar op tafel. En laat iedereen zelf zijn eigen freakshake decoreren. Kinderen zullen dit fantastisch vinden. En wij volwassenen ook natuurlijk. Dus here we go. Oh, heerlijk. Maar goed, ik ga lekker genieten van mijn freakshakes. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van.
En ik ben heel benieuwd, wat zijn jouw favoriete toppings voor op een freakshake? Laat het me weten in de comments hieronder. En voor nu zou ik zeggen, vond je het een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!